In de verpleegstersflat. Ja, dat was toen nog verplichting, hè? Ja, ja. Dat je in ieder geval eerst in de flat, in de verpleegstersflat, een kamer. Nou, met één koffertje in mijn hand kwam ik dus hier. En jij mocht niet op de flat wonen, neem ik aan? Nee. Ik woon in een kamertje in Hilversum. Mevrouw Verliemd en juffrouw Langhout. Dat waren de gastvrouwen. Of zo. Ja. Nou, gastvrouwen werden ze later. Ze hadden nog wel een mentrix, heette ze in het begin. Maar later werden ze dan gastvrouwen genoemd. Ja. Jullie mochten dan wel gewoon op visite komen? Ja, wij, als je uitgewerkt was, dan bleef je daar. En dan dronk je nog eens wat koffie of dat soort dingen. Doorgaans was het zo dat als je later dienst bijvoorbeeld had, dan verzamel je om 10 uur, 10:15 in de flat. En dan ging je met z'n allen naar Hilversum. Ja. En dan niet naar je kamer natuurlijk, maar ergens anders naartoe. Mevrouw Verliemd was nogal streng. En dan moest je altijd voor een bepaalde tijd moest je thuis zijn. En als je dat niet was, dan moest je er in ieder geval voor zorgen dat je een opening ergens gevonden had waar je toch naar binnen kon. Ja, dus van die avondhoofden. En een Meerveld en een Schopping, die mannen. En die zaten s'avonds op de trap. Ja, ja. Om te kijken dat er niemand naar binnen ging. Nou, deze aan via de regenpijp. Kropen ze daar omhoog. Ja. Dat waren gouden tijden. Piet Schopping, zijn vader, die was hier op portier. Ja. Maar die was een hele merkwaardige eigenschap eigenlijk voor op portier. Die was eigenlijk een heel klein beetje bang in het donker. Dus. Oh, dat is wel grappig. Dus als je inderdaad dames terugbracht. En die hielp je gewoon over het hek en dan gingen die toch niet kijken. Dus dat, over het algemeen ging dat heel aardig. Er woonden jongelui op de flats. Ja. Daar was natuurlijk ook wel het een en ander. Was daar daar is natuurlijk altijd een hele hoop glazen geweest. Ja. Kijk, die leerlingen, die hadden hun feestjes en dan verschenen de mariniers uit Doorn, juist. Ja. En dan moest je ze na afloop uit de kast halen, hoor. Ja, echt? Ja. En drank en roken, drugs, hadden jullie daarmee te maken? Ja, betrekkelijk. Ja. Die rel heeft ook samengehangen met drugs. Ja, ja. Op een gegeven moment was er een of ander conflict inderdaad, was iemand uitgegooid waarvan wij zoiets hadden van God, dat is eigenlijk heel erg onterecht. En toen had hij zoiets van, als jullie dat onterecht vinden, dan moet je me dat maar eens uitkomen leggen. Toen ben ik s'avonds op de kamer van Willem Voormolen geweest om met het volk te praten. Dus er waren nog een aantal collega's, in ieder geval een stuk of 20 denk ik. En Van der Muizenberg zat daar statig rechtop in de stoel. Want we hadden gezorgd dat hij gewoon in ieder geval op een goede stoel kon zitten. En wij met z'n allen eroverheen. En discussiërend over het probleem. Nou, we zaten met donkere brillen op. En dan rook het naar de hasje en van alles wat niet goed was. En hoe was het nou toen hij wegging? Was het nou opgelost? Nou, uiteindelijk niet. Nee. Die bleef gewoon weg die eruit gegooid had. Klopt, ja. De tekenen van de tijd waren toen van minder gezag. Ja. En eigen ideeën kunnen waarmaken. En ik vond dat een goede zaak. Ja. Alleen vond ik, je moet geen verdichting van de grappenmakers krijgen. Mm. Grote bijeenkomsten, weet ik nog wel, in de personeelsflat, in de Bietkelder. Hebben we ook nog eens een keer een protestbijeenkomst voor wat overging, weet ik niet. Maar Het was in ieder geval protest. Met verhitte hoofden stond ik daarvoor, dat weet ik nog wel, in die club. Want ik zat toen ook in de eerste leerlingenraad en dat is later de ondernemingsraad geworden.